mooi is dat, hè? Hé, zo, we gaan verder met het tweede gedeelte. We hebben dadelijk het derde en het vierde gedeelte ook. Dus we gaan verder met de vijfde kandidaat. En dat is Marie Becca. Zo, geef ze maar applaus. Maar mensen, ik ga de eerste pijpen nog een keer uitleggen. Daar achter die bar nog allemaal pijpjes. Die nummers die corresponderen met de zangeressen die hier naar staan. En voor de mensen die jullie goed vinden, dan kan je de muntjes die je bij je drankje krijgt in die kokers deponeren. Ja, wat moet ik er nog meer over zeggen? Dit is nummer 5 en die hoort bij koker nummer 5, dames en heren. Kijk, dat is heel simpel. Zo, ja, precies. En je krijgt bij je drankje krijg je een muntje, bij je cola, sinaas. Bij je fles champagne krijg je de 20. En bij je doos vleugels krijg je de 40. Ja. Zeg. Marie Becca, je komt uit Rotterdam, hè? Ja. Ja, hoe oud ben je? Ja, wat is oud? Nou, willen we het allemaal weten. Ik ben 27. Daar is het al bedoeld. En wat ga je voor ons doen? Ik ga eerst Hero zingen. En de tweede mag ik dan? Ik ben sentimenteel vandaag. En je tweede mag je dan zelf aankomen. Oké. Hij doet je best.